Ik ben de laatste spreker van deze tweedaagse. Ik kan mij goed voorstellen dat u ondertussen al wat moe bent. Dus ik zal moeten echt hard mijn best doen om jullie te enthousiasmeren en jullie aandacht blijven te houden. Ik zal dat proberen door daar waar wat dynamiek in te steken. De titel van mijn bijdrage is argumenteren en hoe goed te argumenteren. Ik wil even samen met u overlopen wat de inhoud van mijn bijdrage vandaag gaat zijn. Dat is makkelijk als een spreker eerst de inhoud wat verklapt. Dan weet u wanneer ongeveer het einde aan het naderen is. Goed, wat is die inhoud? Eerst een korte inleiding, uiteraard. Zoals de goede lesgever betaamt, moet je eventjes kort inleiden. Ik moet zeer snel iets zeggen over analytisch en substantief redeneren. Wat dat betekent, dat zal ik u straks uitleggen. Waarom? Omdat ik voor het model van Toulmin die twee begrippen nodig heb. En minstens het begrip substantief redeneren heb ik daarvoor nodig. Dan ziet u daar het model van Toulmin zelf staan. En ik ga dat model gebruiken om een redenering op te zetten. Om aan te tonen hoe je een redeneerschema maakt. En dat redeneerschema kan je maken samen met leerlingen. Nadien wil ik u rationale of reasoning lab voorstellen. U heeft daarvoor een document van mij gekregen. Dat is een pamflet van een, dat noemt rationale, maar noemt nu reasoning lab. Het is ondertussen al wat veranderd van naam. U kan dat voor een week op internet via internet gebruiken, weliswaar niet alle functies, maar toch om al eens te proeven van wat kan zo'n programma, zo'n softwareprogramma doen. Ik moet u zeggen, ik heb de versie aangekocht. Het is dus op huurbasis. Ieder jaar betaalt je een abonnement. En het is een zeer goed middel om een redenering te volgen, een redenering te maken, ook een redenering te evalueren naar de waarde van de uitspraken en zo verder. Het is op dit ogenblik alleen online verkrijgbaar, dus ik had gehoopt van het hier te kunnen tonen, maar we hebben geen internetverbinding. Ik heb geprobeerd met mijn, hoe noemt dat, hotspot op mijn telefoon, maar dat Telenet hotspot laat mij in de steek vandaag, dus dat lukt niet. Maar ik heb op dia een aantal voorbeelden afgedrukt. Dan wil ik samen met u een paar werkvormen bekijken om te gebruiken in het onderwijs, uiteraard, van hoe doe je dat en ook een aantal toepassingen. In welke domeinen kan ik dat gebruiken? En je zult bijvoorbeeld zien dat zelfs in de Pomolo-vakken, ik denk dat iedereen dat kent, de P-O-M-O-L-O-vakken, dat ook daar dit kan gebruikt worden. Goed. Waarom kritisch denken en argumenteren belangrijk is. Ik weet niet of u dit kent. Het is een foto, een schema, dat toch wel de laatste tijd links en rechts is verschenen. Met de vaardigheden die we in het onderwijs zouden moeten aanbrengen in de 21ste eeuw. En u ziet daar staan, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit en uiteraard ook kritisch denken. Kritisch denken, één van de vaardigheden, van alle vaardigheden die hier in dit schema staan, wordt dus aangeprezen als vaardigheden aan te leren in het onderwijs in de 21ste eeuw. Het kritisch denken, die vaardigheden kunnen opgesplitst worden in een aantal items, kan je zeggen. Dat houdt onder andere in het logisch groeperen van gegevens. Het opzetten van redeneringen. Het herkennen van redeneringen in teksten. Men leest teksten bijvoorbeeld met leerlingen, maar men moet ook de redeneringen die in die teksten zitten kunnen, ja, daaruit halen. En dat is niet altijd even makkelijk. Hoe doe je dat? Het splitsen van redeneringen in onderdelen. Enerzijds in premissen en stellingen. Wat is de stelling? Wat wordt er hier geclaimd? Wat wordt er hier gezegd? Wat wordt er hier beweerd? En op basis van wat doet men die claim? Doet men die veronderstelling? Analyseren van de gebruikte begrippen.
opsporen van verborgen vooronderstellingen, inductief, deductief en abductief redeneren, vaststellen van geldigheid van redeneringen, herkennen van drogredenen, en Brecht heeft het daar onder andere over gehad, het evalueren van vooronderstellingen, van betrouwbaarheid van informatiebronnen en van betrouwbaarheid van conclusies, en daar hebben we het in die laatste twee dagen ook veelvuldig over gehad, het opbouwen, visueel weergeven en verantwoorden van een eigen betoog, het schrijven van een betoog uitgaande van elementen die we verzameld hebben om in een betoog te gebruiken, maar omgekeerd ook een betoog eigenlijk, ja, laat maar zeggen, ontbinden in de verschillende elementen die daarin zitten. Dat zijn vaardigheden die leerlingen moeten leren. Met andere woorden, juist onderdelen. Misschien toch even zeggen dat ik op iedere pagina, of nagenoeg iedere pagina, want soms valt het cijfer weg, ook een paginanummer heb. Als u dus straks een vraag hebt over een bepaalde slide, onthoudt u gewoon het nummer. Dan maakt het makkelijk, hè? Want anders zegt men, ja, je hebt daar helemaal in het begin of ongeveer halverwege iets gezegd wat we niet goed begrijpen. Hè? Maar als u het nummer onthoudt, dan kunnen we daar rapper naartoe surfen. We zijn al aan het tweede onderdeel. Het tweede onderdeel is deductieve of analytische redenering ten opzichte van substantiële redeneringen. Deze redenering kent iedereen. Alle sprinters zijn hardlopers, alle hardlopers zijn atleten, alle sprinters zijn atleten. Dat is van het volgende type. Alle A zijn B, alle B zijn C, dus alle A zijn C. Ja? Goed. Hier spreekt Toulmin, en nu komt Toulmin voor de eerste keer op de proppen. Toulmin, die zegt, ja, dat is natuurlijk een formele geldigheid en dat is maar een beperkte geldigheid. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Dat is een geometrische vorm van redenering. Eigenlijk zijn dat redeneringen die in het dagdagelijkse leven niet vaak voorkomen. Want als je kijkt, ik ga even naar het voorbeeld van daarnet teruggaan. Leert mijn conclusie iets meer dan wat er in de premissen staat? Nee, in de premissen staat al wat er in de conclusie wordt gezegd. Als A, dan B. Alle B, of alle A zijn B, alle B zijn C. Dus alle A zijn C. Als de eerste twee premissen waar zijn, moet de derde, de conclusie, ook waar zijn. En hij zegt dus, in het dagdagelijkse leven komen die redeneringen niet vaak voor. Dat is niet de manier waarop mensen met elkaar eigenlijk in redenering gaan, in argumenteren tegenover elkaar. Ze zijn dus niet wat hij noemt representatief voor de in de praktijk voorkomende argumentatie. De conclusie zit dus wat dat betreft niet in de premissen, of is niet uit de premissen af te leiden. Ik ga je een voorbeeld geven uit de kunst. Veronderstel, ik heb een esthetisch oordeel. En dat esthetisch oordeel kan bijvoorbeeld zijn, dit schilderij is een subliem schilderij. Esthetisch oordeel, dit schilderij is een subliem schilderij. Als u mij nu vraagt, waarom vind ik dit een subliem schilderij? Dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, ja, het kleurgebruik in dit schilderij is zeer evenwichtig. Nog maar de vraag, maar nu even een abstractie, wat evenwichtig kleurgebruik betekent enzovoort. Maar veronderstel dat we het allemaal weten. Hè. Of de verschillende elementen die de compositie uitmaken, ik zeg maar iets, voldoen aan de gulden snederegel. U ziet dat de conclusie, namelijk dit schilderij is een subliem schilderij, heb ik hier gemaakt bijvoorbeeld op basis van die twee premissen. Uitgaande van die twee premissen kan ik niet onmiddellijk zeggen wat mijn conclusie gaat zijn. Ik heb een conclusie die niet rechtstreeks te distilleren is uit die twee premissen die ik daar stel. Die twee argumenten die ik daarvoor aanhaal. Toulmin noemt dat een typesprong. Hij zegt, ik ga van het ene domein, eigenlijk van het ene type naar een andere type. Ook ethische oordelen enzovoort zijn die zaken die daaronder vallen.
De conclusie volgt dus niet noodzakelijk, maar hoogstwaarschijnlijk uit de premisse. Nu, Toulmin was ervan overtuigd dat waar we met deductieve redeneringen eigenlijk in het domein van de formele logica zitten, we hier in het domein van de informele logica zitten. En dat de informele logica door heel veel auteurs ook gelijkgesteld wordt met kritisch denken en ook met toegepaste epistemologie. Kennisleer, uiteraard, epistemologie, kennisleer, ander woord daar natuurlijk voor. Maar wat dat juist betekent, zal ik u straks proberen nog duidelijker te maken. Laat ik dit nu eventjes niet behandelen. Goed, de synthese, Toulmin in het dagelijks leven en ook in de wetenschapsredeneringen, niet analytisch, maar substantieel noemt hij die. Enerzijds de logica die nauw verbonden is met wiskunde. Hè? Anderzijds een tot op de praktijk gericht vak dat toenadering zoekt tot de kennistheorie of de epistemologie. Als ik dus in de kunst een uitspraak doe van dit is een mooi schilderij of een subliem schilderij, gebruik ik daar een aantal criteria voor. En waar komen die criteria uit voor? Uit het feit dat ik weet dat die criteria belangrijk zijn of belangrijk worden geacht om zo'n uitspraak te kunnen doen. Ik kan ze daarmee rechtvaardigen en ondersteunen. En dus moet ik weet hebben van de onderliggende theorie, de onderliggende kennis om zo'n uitspraak te kunnen doen. Dat is ook de reden waarom hij zegt dat redeneringen altijd binnen een bepaald argumentatieveld vallen. Hè? Wanneer bijvoorbeeld een rechter, want uiteindelijk is Toulmin in 58 met zijn Uses of Argument eigenlijk een systeem, heeft eigenlijk een systeem opgezet in de juridische wereld, waar hij zegt dat de rechter die moet oordelen over een moordzaak andere criteria gebruikt dan bijvoorbeeld een rechter die moet oordelen over, ik zeg maar iets, een distal enzovoort. Ik vond dit op internet, ik vond dat eigenlijk wel een mooie tekening, een mooie cartoon van hoe een Toulmin-denker naar de wereld kijkt. Goed, het model van Toulmin, zoals reeds gezegd, in zijn boek in 1958, The Uses of Argument. Dus het is een boek dat al een tijdje oud is, maar mijns inziens nog altijd zeer bruikbaar is qua principes. En je zult straks zien dat in Reasoning Lab de principes van Toulmin daarvoor een stuk in terug voorkomen. En toch blijf ik houden aan Toulmin als eerste uitleg om de rest te begrijpen, omdat het iets dieper gaat volgens mij dan de software die in Reasoning Lab wordt voorgesteld. Het voorbeeld van Toulmin zelf is het bekende voorbeeld. Ik weet niet of iedereen dat kent, maar het voorbeeld is daar. Harry is a British subject. Harry is een Brits onderdaan. Ja? Ik ga het schema, want er bestaan ook nog verschillende varianten van dit schema, maar ik ga het schema geven zoals ik het bij Toulmin zelf gevonden heb. Harry is een Brits onderdaan. Dat is een bewering. Ik beweer dat Harry een Brits onderdaan is. Nu kan je mij afvragen, wat is de vraag die je mij zou kunnen stellen, is, ja, hoe weet je dat Harry een Brits onderdaan is? Ja? Wat doet je zeggen dat Harry een Brits onderdaan is? Wel, Harry is geboren op Bermuda. Met andere woorden, Harry is geboren op Bermuda, dus is Harry een Brits onderdaan. Vindt u dat niet wat kort door de bocht? Wel, daar zegt Toulmin, eigenlijk moet die brug gemaakt worden door daar een rechtvaardiging aan te geven. Ik kan zeggen dat wie op Bermuda geboren is, Brits onderdaan is, omdat wie op Bermuda geboren wordt, Brits onderdaan is. Dat is zo. Nu kan je zeggen, ja, maar hoe weet je dat? Ja. Het staat gewoon in het wetboek. Ik denk zelfs dat het artikel 129 van de Civil Code is. Er staat dus in het wetboek dat wie geboren wordt op Bermuda
prinsonderdaan is. Dat is mijn rechtvaardiging die ik ga gebruiken om van mijn datum, Harry is geboren op Bermuda, te kunnen zeggen dat Harry een Brits onderdaan is. En je ziet daar nog twee rechthoekjes staan. Harry kan zich ook hebben laten naturaliseren tot Amerikaan ondertussen. Wat betekent dat? Dat betekent dat de claim die ik hier heb niet meer voor 100% zeker is, maar dat de bewering hoogstwaarschijnlijk wel waar is. Het is hoogstwaarschijnlijk dat Harry een Brits onderdaan is op basis van die ene datum, gerechtvaardigd en ondersteund, maar het kan zijn dat er iets anders is, een rebuttal noemt Toulmin dat, zodanig dat er een qualifier moet aan toegevoegd worden, namelijk de uitspraak is niet voor 100% zekerheid. Er is een variatie van misschien, wellicht, hoogstwaarschijnlijk, ofwel met 100% zekerheid. Laat ons ik ga dat even met de terminologie van Toulmin zelf in kaart brengen. Dus de claim kan ondersteund worden of kan gezegd worden op basis van een datum of data, als er meerdere gegevens zijn. Wordt ondersteund of gerechtvaardigd liever door een warrant, een warrant door een backing. Er kan een rebuttal optreden, waardoor er een qualifier ook wordt genoteerd. Met andere woorden, hier heb je, en ik wil dat gebruiken als beeldspraak, de brug die moet gemaakt worden van datum naar claim. Ik moet daar een brug hebben. Je begrijpt even goed als ik dit als beeldspraak gebruik, dat als ik die pijler hier beschouw als een soort stevige of minder stevige pijler, dat natuurlijk afhankelijk van mijn data en de stevigheid van mijn data, mijn claim ook solider zal zijn dan wel niet. Ja? En dat mijn warrant, mijn rechtvaardiging, ondersteund wordt, en ik heb dit beeld ervoor gebruikt, dat hoe beter mijn backing is, en we zullen straks de backing ook eventjes van kort bij bekijken wat het allemaal kan inhouden, hoe steviger en hoe geloofwaardiger dit is, hoe beter dit ook kan ondersteund worden. Laten we eens een voorbeeld nemen, roken veroorzaakt kanker. Vanzelf dat ik dit zou als claim zeggen, roken veroorzaakt kanker. En dat ik als datum zou gebruiken, mijn nonkel rookt en kreeg kanker. Een bewering en een rechtvaardiging, of een bewering en een argument dat veel mensen gebruiken. Mijn nonkel heeft gerookt en heeft kanker gekregen, dus met andere woorden, roken veroorzaakt kanker. Eerst en vooral, hoe sterk is dit verband? Hoe kan ik die brug slaan? Hoe kan ik vanuit die ene bewering overgaan naar die andere bewering? Bijvoorbeeld zou men de vraag kunnen stellen, is één geval wel voldoende? Het zou kunnen zijn dat roken inderdaad niet de determinerende of de bepalende factor was om kanker te krijgen, maar dat er andere oorzaken in het spel waren waar we er niks van weten. Met andere woorden, hoe rechtvaardigen we dit? Is er een verband? Dan zou je vragen kunnen stellen, ja maar, wat is kanker? Wat bedoelt men met roken? Want er staat hier, mijn nonkel rookt en kreeg kanker. Rookte hij 1 sigaret per dag? Rookte hij 2 pakjes per dag? Enzovoort. Dat weten we niet, op basis van het gegeven dat we daar krijgen. De ondersteuning zou bijvoorbeeld de vraag kunnen stellen, ja, alle kankers, bewijst onderzoek dat? Zijn er publicaties die dat aantonen dat dat inderdaad zo is? Enzovoort, enzovoort. Je zou een rebuttal kunnen hebben, die het tegendeel bewijst, waardoor je natuurlijk niet meer zo zelfzeker zou kunnen zijn van uw uitspraak roken veroorzaakt kanker. En bijvoorbeeld afgezwakt worden, in plaats van hoogstwaarschijnlijk of gelijk wat, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, roken kan kanker veroorzaken en misschien dan nog specifiek long- en keelkanker. Ik ga mij niet wagen aan de medische expertise, maar
veronderstel, dat zou een uitspraak kunnen zijn die in de plaats komt nadat ik een aantal argumenten heb onderzocht. Ik geef nog een voorbeeldje. Piet moet een boete betalen. Ik zeg dat omdat Piet te snel reed. Ja, wie te snel rijdt, krijgt een boete. Dat is duidelijk. Als je 120 rijdt in een zone waar je maar 50 mag rijden, dan krijg je een boete. Dat is niet de fout van de politie. Dat is gewoon uw fout omdat je 70 kilometer te rap hebt gereden in die zone. Ja? Wie te snel rijdt, krijgt een boete. Ja, het verkeersreglement stelt dat. Dat is de ondersteuning, dat staat daar. Kan iemand daar een rebuttal op verzinnen? Ja, bijvoorbeeld. Piet reed met zijn hoogzwangere vrouw naar de kliniek, want zij moest elk moment bevallen. Met andere woorden, de rechter zou bijvoorbeeld kunnen seponeren of een lagere straf. 70 kilometer boven de toegelaten snelheid is een boete van, ik weet niet, 250, 300 euro. De rechter zou kunnen zeggen, maar ik heb begrip voor uw situatie. In plaats van 250 betaalt je maar 100 euro. Want je reed nog altijd te snel en ik vind dat dat moet beboet worden. Ik wil in dat geval, toen ik gisteren nog even mijn PowerPoint aan het overlopen was, kreeg ik ineens het volgende voorbeeld nog uit eigen ervaring in gedachten. Meer dan 20 jaar geleden word ik 's nachts om 1 uur opgebeld door de politie die mij meldt: meneer, er is in uw school ingebroken. Ik zeg ja, ik sta de 5e op de lijst, omdat ik het verste woon, maar de 4 anderen lagen blijkbaar niet in hun bed of gaven niet thuis. En dus om 1 uur 's nachts meldt men mij, er is ingebroken. Ik zeg ja, ga binnen en constateer. Ja, zegt hij, wij kunnen dat niet doen, wij kunnen niet naar binnen gaan, wij mogen dat ook niet doen, er moet een verantwoordelijke ter plaatse zijn. Ik zeg tegen die man, ja maar, ik heb deze avond vrienden op bezoek gehad en we hebben wel wat gedronken. Ik ben niet dronken, maar als ik moet blazen, weet ik dat ik boven de toegelaten alcoholpercentage zal zitten. Moet ik nu vertrekken of mag ik thuis blijven? Ja, die man zegt, ja, als je denkt dat je te veel gedronken hebt en dat je zal tekenen, dan moet je thuis blijven. En dus als je rijdt naar hier en je wordt tegengehouden, dan kunnen wij die boete niet, dan krijg je een boete en dus zal je boete betalen. Om maar eens aan te tonen dat inderdaad, niet omdat ik gedronken heb en een boete zou krijgen omwille van het feit dat ik gedronken heb, zou hier in dit geval bijvoorbeeld zelfs door het feit dat men mij zelf sommeert om te komen, niet hebben geleid tot een verzachting van de straf. Alhoewel, achteraf bekeken, de politie kan natuurlijk constateren, het is nog altijd aan de rechter om daarover te oordelen, dat is natuurlijk zijn twee verschillende zaken. Goed, laten we al die elementen in Toelmin eventjes van naderbij bekijken. De claim. De claim, of de conclusie ook genoemd, de stelling. En hier staat er eigenlijk van, wat is mijn punt? Wat is het punt dat een ander wil maken waar men mij wil van overtuigen of waar ik een ander wil van overtuigen? Als ik zeg, roken is ongezond, is dat een standpunt die ik inneem? En ik wil daar een ander van overtuigen dat dat inderdaad ook het geval is. En claims kunnen zijn feiten, opinies of overtuigingen, kunnen waardeuitspraken zijn, voorspellingen zijn, hypothesen of hoe te handelen. Ik ga van elk van deze eventjes een klein voorbeeld geven. Feiten. België en Nederland zijn buurlanden. Dat is een feit. Ik stel dat België en Nederland buurlanden zijn. Dat is een feit. Opinie? Leraren verdienen te weinig. Ik heb die speciaal er zo ingestoken natuurlijk. Leraren verdienen te weinig. Dat is een opinie. Is dat waar? Is dat niet waar? Dat is een opinie. Ik stel dat leraren te weinig verdienen. Een overtuiging? Dinosaurussen waren koudbloedig. Ik heb me laten vertellen dat wetenschappers daar niet uit zijn of dat inderdaad ook het geval is. De ene zegt van wel, de andere van niet. Dat is een overtuiging. Een waardeoordeel. Insor, ja, ik ben van Oostende, dus ik heb Insor maar genomen.
Ik vind het altijd zeer erg dat men het huis waar hij geschilderd heeft tot de grond heeft gelijk gemaakt. Het enige culturele erfgoed dat, Oostende had, hebben ze afgebroken. En hij wordt geëerd in Oostende met een minuscuul borstbeeld ergens verdoken in het park. Ja, het regels echt te schande. Maar goed, Insor is de grootste schilder aller tijden. Is dat waar? Ja, dat is mijn waarde uitspraak. Voorspelling, er zal een storm opsteken binnen de 24 uur. Ik heb geleerd de laatste tijd dat als Frank de Bozere of zijn vrouwelijke tegenhanger dit zegt, dat je niet altijd dit moet geloven wat er daar gezegd wordt. Hypothese in de wetenschap, en u weet dat hypotheses ook vaak aan revisie onderhevig zijn. Dat dingen die vandaag als waar worden aangenomen, worden weerlegd enzovoort. Of hoe te handelen, het transfersysteem in voetbal moet strikter gereglementeerd worden. Het is de laatste tijd in het nieuws geweest, het transfersysteem dat eigenlijk eerder een systeem is dat op te vatten is als slavenhandel. Er zitten naar de immorele consequenties, 320.000 euro om tegen een bal te trappen per week verdienen. Ja. Mijn artikel van een maand en een half geleden in De Morgen, waar ik heel wat mij een beetje is begrepen, waar ik een voorstel deed voor het legaliseren van enhancement. Je kunt daar pro-argumenten voor aanbrengen. Goed, met andere woorden, eigenlijk heb je een onderscheid tussen enerzijds wat men noemt descriptieve uitspraken, anderzijds normatieve uitspraken. Descriptieve uitspraken, u ziet er hier een aantal. En dat gaat altijd over iets dat is nu, of het geval was, of in de toekomst zal gebeuren. Het regent vandaag. Is dat waar of niet waar? Het is niet waar, want als je buiten kijkt, regent het niet. Gisteren was het 1 mei. Waar of niet waar? Niet waar. Ja? Overmorgen verjaar ik. Niet waar. Echt niet waar. Ja? De economische crisis is nog niet voorbij. Je zou kunnen zeggen, op basis van een aantal parameters, is dat een feitelijke vaststelling. Ik zal slagen voor mijn examen, iets wat in de toekomst ligt. Er zijn in België meer Vlamingen dan Walen. Ja, als je ze telt, kom je inderdaad tot dat resultaat. Dergelijke uitspraken zijn dus waar of onwaar. Een normatieve uitspraak heeft steeds een oordeel over iets. Ze zijn niet verifieerbaar. Ik kan dus niet zeggen, het gaat hier niet over of ze nu waar zijn of niet waar zijn. Het gaat hier of ze justifieerbaar zijn, of ze te rechtvaardigen zijn. Neem een uitspraak als, ik vind Insor een veel beter schilder dan Picasso. Of roken is schadelijk voor de gezondheid. Of ik vind dat een cursus kritisch denken op school een verplicht vak zou moeten zijn. Ik vind dat we enhancement moeten legaliseren. Zijn die uitspraken waar of niet waar? Nee, het zijn normatieve uitspraken. Ze zijn dus te beargumenteren. De belangrijkste vraag bij de claim is dus, wat is het punt dat ik wil maken? Waar wil ik iemand anders van overtuigen? Of waar wil een ander mij van overtuigen? En aan leerlingen kan je zeggen dat een aantal signaalwoorden in teksten belangrijk zijn. Als er staat, ik vind dat, ik denk dat, of mijn conclusie is dat, of dus daarom, of kortom, of volgens mij, enzovoort, dat soort woorden duiden op een conclusie. En die conclusie kan positief, negatief of twijfelachtig worden gesteld. Waarvan wil men mij dus overtuigen of wat is mijn claim? Ik moet twee elementen nog over claim zeggen. Er zijn nog meerdere zaken, maar ik probeer tot de essentie te beperken. De breedte van de claim. Veronderstel dat ik zeg, iedere film met Matthias Schoenaerts is een regelrechte ramp. En veronderstel dat ik dat zeg tegen iemand. Oei, ik heb het verkeerd opgeduwd, ja. En dat iemand zegt, ja, maar iedere film. En ik zeg, ja, allee, bijna iedere film. Met andere woorden, de breedte van mijn claim ben ik aan het vernauwen. Ik maak een beetje recul, ik maak het minder sterk.
Of als ze veel films dan toch. Of sommige films met schoenaars. Met andere woorden, het is een tactiek die men toepast. Men zwakt de stelling af. Men zwakt de claim af als men ziet dat men in redenering niet altijd het gewenste resultaat krijgt. Dus heeft men natuurlijk andere argumentatie bovenhaalt. Die conclusies zijn in teksten ook niet altijd duidelijk uitgesproken. En de lezer of de toehoorder bij een mondelinge overdracht zal ze vaak moeten zelf achterhalen, zal ze zelf moeten uit de tekst puren. Ze zal er niet altijd heel expliciet in staan. Men zal de claim, als men die in een schema wil plaatsen, moeten herfraseren, opnieuw schrijven. Ik ga u straks daar een voorbeeld van geven. Conclusies die zijn niet altijd waar natuurlijk, of men moet opletten als men de conclusie bekijkt, waar eindigt die conclusie? Veronderstel even dat een firma X een bepaalde software maakt, software Y. En veronderstel even dat software Y niet betrouwbaar is, vastloopt, ernstige tekortkomingen heeft, niet gebruiksvriendelijk is, duur, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, software Y van firma X is niet goed, vertoont een pak mankementen. Maar dat zegt niks over software A, B, die door diezelfde firma gemaakt wordt. Dus vaak maakt men een conclusie en men generaliseert naar andere producten. Ja, als dit niet goed is, dan zullen de andere producten ook wel niet goed zijn. Dat is een conclusie die je niet automatisch mag maken. En dan zitten we natuurlijk een beetje in het domein, ik heb dat niet willen uitwerken, in het domein dat Brecht daarnet ook heeft aangehaald. Laten we even naar de datum gaan kijken. Meervoud data, gegeven gegevens, premisse, argument. Op basis ook weer van feiten, onderzoek, normen en waarden, vermoeden, geloof, overtuiging, gezag, autoriteit. Bijvoorbeeld op basis van feiten. We zouden naar restaurant Terdamme kunnen gaan. Ja, want een goede lunch kost er slechts 25 euro. Ik ga al onmiddellijk zeggen, je kan hier het woordje want tussen doen. Of als je de zin omkeert, omwille van het feit dat een goede lunch slechts 25 euro kost, zouden we naar Terdamme kunnen gaan, dus moeten we naar restaurant Terdamme gaan. Want en dus zijn twee woorden die dan in de teksten voor leerlingen makkelijk te traceren zijn. Op basis van onderzoek of wetenschap. Uit onderzoek blijkt dat Facebook het meest gebruikte sociale medium is. Nou, dat is weggevallen blijkbaar. Facebook is het meest gebruikte sociale medium. Dat blijkt uit onderzoek. Want dat blijkt uit onderzoek. Of op basis van normen en waarden. Een zware tackle in voetbal moet met rood bestraft worden. Je mag namelijk een tegenstander niet opzettelijk verwonden. Met de studenten lichamelijke opvoeding in het vierde jaar aan de Universiteit Gent doen we zo van die oefeningen rond ethische kwesties. Bijvoorbeeld, mag een renner demareren op het ogenblik dat zijn tegenstrever mechanische pech heeft? Hè? Dus een voorbeeld van wie was het weer? Contador samen met Schlecken, denk ik. Ja. Of mag een voetballer een zware tackle uitvoeren om een doelpunt te vermijden? Of mag een club geld ontvangen voor een speler waarvan je weet dat het geld van de maffia afkomstig is? Zeg maar iets. Of de Russische grootmachten die veel geld hebben, mag je daar geld, is dat ethisch verantwoord om daar geld van te ontvangen? Argumentatie op basis vermoedens. Ik heb een vermoeden dat Piet vandaag niet op het werk zal verschijnen. Hij was gisteren al zwaar ziek. Ik vermoed dus dat hij vandaag niet zal komen. Argumentatie op basis van geloof of overtuiging. Ik geloof niet in een leven na de dood. Het hiernamaals bestaat immers niet. Of anders gezegd, er is geen leven na de dood, want er is geen leven. Argumentatie op basis van gezag, autoriteit en... Ik weet niet meer in welke
lezing het was, ik dacht vandaag, dat er onder andere met bepaalde autoriteiten, dat je daar ook wel eens moet vragen bij stellen. En mensen die zich bijvoorbeeld, in Amerika komt dat vaak voor, zich dokter Huppel de Pup noemen, maar niet helemaal de dokter zoals wij die veronderstellen. En dus met andere woorden, dat die autoriteit een andere autoriteit is dan hetgeen wij daar meestal als autoriteit aan toe. Katholieken mogen geen anticonceptiemiddelen gebruiken. Argumentatie, want de paus heeft dit uitdrukkelijk gezegd. Met andere woorden, de belangrijkste vraag is hier, op wat baseer ik mij om de claim te maken? Wat heeft dat ermee te maken? Wat heeft het te maken met het feit dat ik die claim maak op basis van welke feiten? En hoe link ik die? Hoe maak ik die brug? Ik wil terug eens verwijzen naar die metafoor van de brug, omdat dat duidelijk maakt dat je dat nodig hebt, dat dat moet gelinkt worden met elkaar. Je kunt niet een claim maken en die laten rechtvaardigen door iets dat er... Ja, dat je nadien ook niet kunt rechtvaardigen via die warrant en niet kunt ondersteunen door een kennisleer die daarachter zit. Of een paradigma, zoals we daarnet al het woordje hebben horen vallen. Want als het paradigma in de kennisleer ook verandert, dan krijg je ook andere criteria. Goed. Of kan je andere criteria krijgen? Ik ga me voorzichtig uitdrukken. Signaalwoorden zijn hier, want... Omdat, aangezien, immers. We zouden naar restaurant de Damme moeten gaan voor de lunch, want het kost er maar 25 euro. Oké? Want en dus. De relatie tussen claim, tussen datum en claim, of de relatie tussen premisse en conclusie. Feitelijke en niet-feitelijke argumenten. Hoe beter je argument, hoe overtuigender je bent, uiteraard. Geef een voorbeeld. Ik vind dat school pas om 9 uur moet beginnen. Dat is een standpunt. Hè? Als ik zeg, school mag maar om 9 uur beginnen. Niet vroeger dan 9 uur. Veronderstel dat ik dat verrechtvaardig door het argument. Uit onderzoek is gebleken dat de meeste auto-ongelukken gebeuren voor 9 uur. Ik heb dit voorbeeld zelf verzonnen, ik weet niet of dat waar is, maar veronderstel dat er een studie bestaat die dit zou claimen. Hè. Voor 9 uur gebeuren de meeste auto-ongelukken. En dus zeg ik op basis van dat onderzoek, zeg ik, ja dan laten we de school maar best maar om 9 uur beginnen. Niet voor 9 uur, want dan zijn de meeste ongelukken statistisch gezien al achter de rug. Ik doe dat op basis van feiten. Hè. Dat onderzoek heeft dat aangetoond. Men heeft dat gemeten, men heeft dat aan. Dat zijn feiten, dat zijn data. Maar ik zou ook kunnen zeggen, leerlingen moeten kunnen uitslapen. Dat is een niet-feitelijk argument. Hè? Leerlingen moeten kunnen uitslapen. Je begrijpt zeer goed dat dit argument minder sterk is dan dit argument om dit te verrechtvaardigen. Hè? Met andere woorden, als ik hier nu nog bijzet, pubers hebben minstens 9 uur slaap nodig, dan ondersteun ik, dan rechtvaardig ik, dan geef ik een bijkomend argument dat feitelijk is om een niet-feitelijk argument mee te ondersteunen. Ja? We hebben nu twee elementen, premisse en conclusie. En met premisses en conclusies maakt men argumentatieve zinnen. Premisse en conclusie. En beide moeten als een claim worden uitgesproken. Hè? Die premisse is ook een claim, is ook een uitspraak. Als ik zeg, roken is ongezond, dat is een claim. Maar als ik zeg, mijn onkel heeft alle dagen gerookt, dat is ook een claim. Dat is ook een uitspraak die ik doe. Maar hier als premisse, ik ga u straks een voorbeeld geven, dat een uitspraak zowel premisse als claim kan zijn. Ik zal straks aantonen met een voorbeeld. Een premisse heeft tot doel bewijs te leveren voor de conclusie. Die zijn niet altijd duidelijk uitgesproken, soms zijn ze verzwegen, soms zijn het veronderstellingen, assumpties, en soms zal de lezer het zelf moeten achterhalen of eruit halen of zelf moeten verwoorden. Een voorbeeldje van verzwegen premisse is bijvoorbeeld, Jan is een waardeloos politicus, want hij komt nooit na wat hij gezegd heeft. Wat is het verzwegen argument?
Iedereen die niet nakomt wat hij gezegd heeft, is waardeloos. Met andere woorden, dat is mijn argument. Ik kan dit beweren, omdat dit is mijn argument om dat te beweren. Maar ik zeg het niet uitdrukkelijk. Of kan een assumptie zijn. Betalingen van onze leveranciers gebeuren altijd binnen de 14 dagen. Wat houdt dat van vooronderstelling in? Ja, dat we altijd genoeg financiële middelen hebben ter beschikking. Of we zijn in staat om al onze betalingen binnen de 14 dagen te doen. Dat staat er niet in die zin, maar dat wordt wel verondersteld. Anders zou je die uitspraak niet kunnen doen. Dus een assumptie. Premisse en dat is het voorbeeld, premisse en conclusie moeten mutueel gedefinieerd worden. Wat betekent dat? Wel, ik ga een voorbeeld geven. Neem uitvinding X, whatever. Ik heb speciaal, zoals men bij voorbeelden ook Latijnse onnozele zinnen gebruikt om de aandacht te vestigen op het systeem en niet op het inhoudelijke. Want als je een voorbeeld geeft, dan krijg je al onmiddellijk ja, maar ik ben het daar niet mee eens, terwijl het om de structuur gaat. Uitvinding X is de belangrijkste uitvinding van de eeuw. Wel, dit kan een premisse zijn om bijvoorbeeld te zeggen in mijn conclusie, de uitvinder van X die verdient eigenlijk een standbeeld. Dus, de uitvinding is X is de belangrijkste uitvinding van de eeuw, dus die uitvinder van X verdient een standbeeld. De uitvinder van X verdient een standbeeld, want X is de belangrijkste uitvinding van de eeuw. Maar nu kan ik nog iets erbij voegen. Ik kan zeggen, zonder uitvinding van X waren heel wat dingen niet mogelijk. Met andere woorden, uitvinding X is de belangrijkste uitvinding van de eeuw die daarnet een premisse was om deze claim te kunnen stellen, werkt op zijn beurt om de uitspraak te kunnen doen, zonder uitvinding X waren heel wat dingen niet mogelijk. Goed. Een kort woordje over uitleg, toelichting en verklaring. Uitleggen is waarom X waar of werkelijk X. En X wil dan zeggen de conclusie, dat staat voor conclusie. En een argument is overtuigen dat X waar is of werkelijk is. Ik ga een voorbeeld geven. Veronderstel dat ik zeg, de doodstraf mag nooit worden ingevoerd. Of ik zeg, ik kwam te laat voor een college. Hier zeg ik, bijvoorbeeld omdat soms mensen ten onrechte bestraft kunnen worden en als we de doodstraf opleggen en uitvoeren, kunnen we dit nooit meer herstellen. Dat is mijn argument om te zeggen dat de doodstraf nooit meer mag ingevoerd worden. Maar als ik zeg, ik kwam te laat voor een college en ik gebruik dit, bijvoorbeeld omdat ik een lekke band heb, geef ik geen argument, maar geef ik een verklaring. Ja? Hier moet ik een reden aandragen waarom ik te laat ben. Het feit dat ik te laat ben, dat staat als een paal boven water. Ik ben te laat. Dat is gewoon constateerbaar dat ik te laat ben. Ik geef dus een reden waarom ik te laat was. Ja? En je kent al de redenen die leerlingen aanhalen als ze te laat zijn. Meneer, ik stond voor een gesloten brug, terwijl er geen brug in de omgeving te zien was. Ja? Of je weet dat die leerling ongeveer in dezelfde richting woont waar jij woont en zegt, ja, hoe komt het dat ik hier dan wel op tijd ben? Dus met andere woorden, zij geven een reden aan. Hier draag ik een argument aan. En niet iedereen moet het eens zijn met dat argument, want het zou kunnen zijn dat je zegt, ja, het argument dat je daarvoor gebruikt, is voor mij vagitel. Of ik heb een ander argument om iets anders te beweren. Of ik heb een ander argument om het te ondersteunen, om hetzelfde te beweren, maar een ander argument. Hier niet. Hier geef ik een reden, een verklaring. Ik was te laat, punt, uit. Ja, dus dat is het verschil. En soms zijn die twee zaken niet altijd gelijk. En je kunt dus in de wiskunde dat gebruiken met Venn-diagrammen. Ik herinner me toen ik in 261 in het eerste leerjaar van het secundair onderwijs zat, begon men met de moderne wiskunde. Waar een van die Athenea met een experiment, moderne wiskunde, de Venn-diagrammen, ik weet nog goed dat wij dat de patattenwiskunde noemen, want dat geleek zo wat op aardappelen, op patatten.
En we begrepen eigenlijk toen niet goed waarvoor dat allemaal diende. Hè? Verzameling leren enzovoort enzovoort. Ik denk dat de leraren ook waarschijnlijk op dat moment er niet voldoende in geschoold waren. Het was een project. Maar als je dit zou gebruiken, nu, vandaag, en je zou voorbeelden, zoals ik hier geef, kunnen gebruiken in de wiskunde, dat het iets bevattelijker zou zijn voor leerlingen. Waarom verzameling leren? Waarom doorsnedes? Waarom fuzzy zones enzovoort van belang zijn om die uiteindelijk ook... Om dit ook aan te brengen binnen de wiskunde en in relatie te brengen met argumentatietheorie. Bijvoorbeeld, de regering zal zo kort voor de verkiezingen de belastingen niet verhogen. De verkiezingsuitslag zou net kunnen zijn en belastingsverhogingen leveren niet bepaald stemmen op. Dat is een beetje, ja, aan de ene kant een argument, maar ook kan het een verklaring zijn. Dus het is niet helemaal duidelijk. Het is af en toe wel wat fuzzy, vloe, wazig. Goed, we komen aan een argumentatieschema's. En argumentatieschema's dienen er eigenlijk om redenering in schema te plaatsen en ze ook duidelijker te maken, bevattelijker te maken voor degene die de argumentatie moet begrijpen. En daarom zetten we dat in schema's. Laten we het volgende voorbeeld aanhalen. Ik kan niet geloven dat mijn moeder mijn betaalkaart zou afnemen. Dat zou ik niet rechtvaardig vinden. Ik haal goede cijfers op school. Ik ben niet aan de drugs. Ik babysit iedere vrijdagavond voor mijn kleine zus. En ik heb tenslotte nog maar één keer iets uit een winkel gestolen. Goed. Dat is wat men noemt, ja, een normale tekst. Hè? Een normale taal. Een doorlopende tekst. Hè? Ik had dat nog kunnen larderen met een aantal andere dingen. Maar laten we zeggen dat dit de tekst is. Ik moet die tekst nu terugbrengen tot enerzijds, wat wordt er hier beweerd? Wat is mijn conclusie? Wat is de claim? Waar wil ik een ander van overtuigen? Met andere woorden hier in dit geval, waar wil die kleine zijn moeder of zijn vader van overtuigen? Of de buitenwereld van overtuigen? En op basis van wat wil hij die overtuiging delen? Ja? Goed. 1. Ik kan niet geloven dat mijn moeder mijn betaalkaart zou afnemen. Dat zou ik niet rechtvaardig vinden. Dat lijkt mij de conclusie te zijn. Hè? Ik kan dat nog anders schrijven. Mijn moeder had mijn betaalkaart niet moeten afnemen. Of mijn moeder mag mijn betaalkaart niet afnemen. Hè? Je ziet, die conclusie kun je onder verschillende vormen schrijven. Je ziet hier ook het cijfer 1 tussen haakjes staan, omdat in argumentatieschema's, als je dat vlug doet, je de conclusie 1 zet en dan krijg je bijvoorbeeld 2 of 3 argumenten. En dan is het eerste argument nummer 2, 3, 4. En dan bij 2 heb je dan bijkomende argumenten en dan tel je zo gewoon voort van links naar rechts. Dat is een kwestie van een afspraak. Dus mijn moeder had mijn betaalkaart niet moeten afnemen. Argument, ik haal goede cijfers op school, ik ben niet aan de drugs, ik babysit iedere vrijdagavond voor mijn kleine zus en ik heb tenslotte nog maar 1 keer iets uit de winkel gestolen. Die kleine haalt dus 4 argumenten aan om te beweren dat zijn moeder de betaalkaart niet had moeten afnemen. Met andere woorden, de conclusie 1 wordt gerechtvaardigd door 4 argumenten, genummer 2, 3, 4 en 5. En die rechtvaardigen allemaal die conclusie. Dus 2, 3, 4 en 5 zijn argumenten voor 1. Ja? Goed. Kom aan de warrant of de rechtvaardiging. Ik herinner u eventjes waar die warrant stond. Dat was de brug, de warrant. Dat is de warrant die verzekert ervan dat die brug kan gemaakt worden. Fungeert dus als brug tussen datum en claim. De warrant geeft aan waarom de datum de claim ondersteunt. Warrants zijn uitspraken die vrijwel algemeen gelden. Ze worden expliciet vermeld, maar niet altijd. In tegenstelling met de backing die wel altijd expliciet zal moeten vermeld worden. Ik geef daar een voorbeeldje van. Claim, het huis aan de overkant staat in brand. Datum, er komt rook uit het huis aan de overkant. Warrant, waar rook is ook vuur.
Omwille van het feit dat ik weet dat als er rook is, moet er vuur zijn. Ik zie rook uit het huis komen, dus kan ik concluderen dat er dat huis in brand staat. Er komt rook uit het huis, aan de overkant staat dus in brand, want waar rook is, is ook vuur. Dat is natuurlijk een zin die wij in het dagelijkse leven niet zo uitspreken, maar zullen zeggen, er komt rook uit het huis aan de overkant, dus staat het huis in brand. Het feit dat waar rook is, is ook vuur, is een vooronderstelling, is dus een, ja, een premisse die voorondersteld wordt, waar te zijn. En de types van warrant, generalisatie, eigenschap, autoriteit, een pak, ook bijvoorbeeld spreekwoorden, metaforen, dilemma's enzovoort, kunnen gebruikt worden als uitgangspunt voor de warrant. De belangrijkste vraag hier is dus, hoe kan ik de datum met de claim verbinden? Hoe moet ik die brug dus slaan? En dan komen we tot argumentatiestructuren. Ik werk graag een beetje met beelden ook en met metaforen. En ik ga u dat proberen aan te tonen en duidelijk te maken. Het openbaar vervoer moet goedkoper worden. Premisse of het argument, de files zullen afnemen. Dus, hè? Je kunt dat vergelijken met een tafelblad dat ondersteund wordt door één poot. Hè? Ik heb één argument om één iets te beweren. Ik geef een ander voorbeeld. Roken moet verboden worden. Het is slecht voor je gezondheid. Het is verslavend. Je brengt niet-rokers schade toe. Met andere woorden, dit is een model waarbij je argumenten gebruikt, hier maar drie, maar veronderstel nu dat er vier zouden zijn, waar je vier argumenten gebruikt die met elkaar niks te maken zijn. Vier onafhankelijke, meervoudig onafhankelijke argumenten. Maar ze convergeren allemaal naar die ene conclusie. Die vier argumenten rechtvaardigen die ene conclusie. Onderschikkend of afhankelijk, een keten, roken moet verboden worden. Ik neem hetzelfde voorbeeld. Het is verslavend. In sigaretten zit nicotine. Verondersteld wordt dat, en dat is een verslavende stof. En door het feit dat ik zeg, er zit in een sigaret nicotine en dus is het verslavend, dus moet roken verboden worden. Het beeld dat ik daarvoor heb is tafelblad, rechtvaardiging met een aantal onderschikkende of afhankelijke of een ketenredenering. Hè. Die poot kan alleen maar recht blijven staan door het feit dat er nog bijkomende pootjes zijn. Hè. Als beeld. En dan nevenschikken linkt. We kunnen vanavond niet meer naar Brugge. Ik zou kunnen zeggen, ik heb te veel gedronken. En de treinen rijden niet meer. Ik weet niet of er treinen van Wetteren naar Brugge rijden, dat weet ik niet, maar ik ga ervan uit dat dat niet zo frequent zal zijn, toch niet rechtstreeks. Ik heb hier twee argumenten die elk met elkaar niet onmiddellijk iets te maken hebben, maar wel betekenis hebben door ze te linken met elkaar. Veronderstel dat dit waar is, ik heb te veel gedronken. Maar dat de treinen rijden niet meer, dat dat niet meer waar is, dan vervalt dit argument. Want door het feit dat de treinen wel nog rijden, kan ik wel nog naar Brugge gaan. Dus de redenering of het argument hier moet gebruikt worden in samenspraak met dit argument. Moet gelinkt daar worden. En als er één van de twee wegvalt, ja, dan valt de volledige redenering. Dus hier zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik heb te veel gedronken en daarbij komt of bovendien, of te meer dat de treinen niet meer rijden, kan ik niet meer naar Brugge gaan. Akkoord? En dan heb je nog een, dit is het enige model dat ik zo wat vond. Met andere woorden, een tafel die eigenlijk geen salontafel meer is als je één element wegneemt. Ik had eigenlijk een beter voorbeeld willen nemen, ik denk dat ik die zelf ga moeten tekenen. Van iets dat in elkaar een soort puzzelstuk. Je zou een puzzelstuk kunnen gebruiken, maar dat er al mijn voorbeelden met puzzels moeten zijn. En dat komt niet onmiddellijk. Hè? Ja, dat is hetzelfde, maar in het Engels. En waar dat je al die zaken nog eens naast elkaar ziet staan. En dan nog een vijfde vorm. De vijfde vorm is meervoudig onderschikkend. Waarbij dat je een conclusie hebt met een argument in keten en een argument ernaast. Als onafhankelijk element.
Het is nu van belang natuurlijk om die argumenten goed in kaart te brengen. Veronderstel even dat je deze tekst ziet. En ik heb hier twee zaken in het rood aangeduid, namelijk de weg van St. Paul's Cathedral naar het London Museum. En ik zeg tegen iemand, dat is de weg die je moet volgen. En ik verklaar dat St. Paul's Cathedral is between Newgate Street en Fleet Street, which runs roughly parallel to Newgate, enzovoort, enzovoort. Tot Fleet Street ends at a large intersection just east of St. Paul's. Aldersgate Street continues past London Museum. Ja, als ik dit toon, en ik toon St. Paul's Cathedral en London Museum, en ik toon dit schema, dan is voor iedereen duidelijk welke weg ik moet volgen. Met andere woorden, met één beeld heb ik die volledige tekst omgezet. Ook veel duidelijker. Dus schematisch helpt mij dat, ook bij redeneringen, om alles in schema te zetten. Goed. Dit is zo'n redeneerschema. Dat ziet er op zich ingewikkeld uit, maar dat is het dus niet. De 1, wat is dat? Dat zouden jullie moeten weten. Als je goed hebt opgelet, wat heb ik daarnet gezegd? De 1 is altijd de claim, de conclusie, de bewering. 1. Wat staat hier? 1 wordt gerechtvaardigd door 2 argumenten. Het eerste argument nummer 2 en een tweede argument nummer 3. Argument 2 wordt eigenlijk gerechtvaardigd, wordt nog eens bijgestaan door 6 en 7. 7 door 14 en 15, 6 door 12 en 13 enzovoort. Ja? Je kan dus, als je een reeks argumenten hebt en weet hoe die allemaal aan elkaar hangen, dit schematisch in kaart brengen. Wat is daar nu het voordeel van? Wel, veronderstel even dat bewering, ik ga even terugkeren, dat is die bewering 9, dat bewering 9 niet waar is. Hè. Herinner u het voorbeeld van de treinen. Hè. Ik heb te veel gedronken en er rijden geen treinen meer, dus ik kan niet meer naar Brugge geraken. Veronderstel dat de bewering er rijden geen treinen meer, dat dat niet waar is, kruis erover, ja dan is 8 ook niet waar, hè, want dan gaat dat niet meer op. Dus met andere woorden, als 8 niet meer waar is, mag ik 8 schrappen. Ja, maar als 8 en 9 aan elkaar gelinkt is en 4 ondersteunen, ja, dan is 4 ook niet waar. Maar doordat 4 niet waar is, is 5 niet waar. Waardoor ook 3 niet waar is. Met andere woorden, argument 3 ondersteunt dit niet. Met andere woorden, 3 was ook gelinkt met 2. Moet ik nu nog naar boven gaan? Nee. Want ik zit hier al aan het einde, met andere woorden, de conclusie is niet waar. Goed. Akkoord? Dus hoe dat je heel snel in schema plaatst een volledige redenering. Laat ons die conclusie, dezelfde conclusie, met hetzelfde schema nemen, maar met 1 verandering. Namelijk, dat 1 niet wordt door 2 en 3 die nevenschikkend zijn, maar dat 2 en 3... elk afzonderlijk, dat het onafhankelijke argumenten zijn. Het zijn geen argumenten die met elkaar gelinkt zijn. Laten we dezelfde oefening doen. Je zal onmiddellijk zien wat er gebeurt. 9 is niet waar, daardoor 8 niet. Ik ga er vlug door. 4 ook niet. Daardoor 5 ook niet. 3 ook niet. Maar dit kan, als ik hier niks vind, kan allemaal waar zijn. Met andere woorden, de conclusie kan nog altijd waar zijn als ik daar geen fouten in vind, omwille van het feit dat de conclusie ondersteund wordt door deze kant, door de linkerkant. Ja. Dus je ziet, door het in schema te plaatsen, kan je heel snel redeneerschema's bekijken, analyseren. Dus waar. Backing of ondersteuning, ik moet nog even naar Toulmin terug om dat even aan te duiden. Dat was de backing hier onderaan. Hè? Dat was de ondersteuning. Herinner u, Atlas die gedragen werd. Hè? Of de wereldbol die door Atlas werd gedragen.
is een beetje identiek aan warmt, maar veel algemener. En ik zal u straks zeggen wat dat allemaal ongeveer inhoudt. Ik zal u al zeggen, dat zal statistiek, wetenschappelijke publicaties inhouden enzovoort. Dat is eigenlijk de basis. De grondslag die, ja, eigenlijk die aan de grond ligt, ik zeg eigenlijk twee keer hetzelfde, maar dus de basis die aan de grondslag ligt om al hetgeen dat erboven staat, eigenlijk het fundament, als je een huis zou hebben, de onderkeldering, de pilaren waarop alles ondersteunt. Als dit niet stevig is, begrijp je ook wel dat de rest ook in de redenering niet kan. En dat is de reden waarom dat toolmeer hier in dit geval, denk ik, een zeer mooi beeld geeft voor leerlingen, omdat je daar heel wat metaforiek kunt gebruiken, zoals de metaforiek van die stoelen, de metaforiek van de brug, de metaforiek van een gebouw als ondersteuning. Dit zijn dingen die kinderen en leerlingen begrijpen, ook al, denk ik, in het basisonderwijs ook al begrijpen als je dat op hun niveau vertaalt. Goed, een belangrijk acroniem of letterwoord ARG. En ARG staat voor aanvaardbaarheid van de gebruikte argumenten, de relevantie van de gebruikte argumenten en voldoende grond. Argumenten zijn aanvaardbaar of niet aanvaardbaar of voorwaardelijk aanvaardbaar. De premisse die eigenlijk als een claim kan opgevat worden is waar, onwaar of waarschijnlijk of betrouwbaar. En op basis van wat? Wel, op basis van statistiek, van rapporten, van bevindingen, van getuigenissen. Maar je begrijpt ook dat bij getuigenissen, hoe plausibel zijn die getuigen, hoe betrouwbaar is die bron. Als er een ongeval op straat gebeurt, en de eerste vertelt wat er gebeurd is, als getuige aan de tweede, en die tweede is iemand die regelmatig af en toe is gaan winkelen, komt dat voor dat mensen hun leven vertellen aan de kassa. Als ze dus die getuigenis doorvertellen aan zo iemand, dan is er in plaats van één dode ineens drie doden en nog wat verder vier doden. En de volgende keer is het bijna een wereldoorlog enzovoort enzovoort. Je begrijpt wel, en mensen dikken ook graag aan, omdat anders het verhaal niet interessant is. Dus hoe plausibel en hoe betrouwbaar zijn de bronnen? Autoriteit, opgelet met autoriteit, ook met gemeenschappelijke kennis. Zo'n uitspraak die zegt dat u collectief kunt vergissen. Iedereen vindt dat het zo is. De vraag is, wie is iedereen? De relevantie van de gebruikte argumenten, waar gaat dat over? Is het argument adequaat inhoudelijk, staat het adequaat inhoudelijk in verband? Is er verband tussen de argumenten, de bewering en de stelling? Heeft het ene met het andere te maken? Kan ik het daardoor linken? Kan ik daardoor de brug slaan? En voldoende grond, wel, we hebben het daarnet zo'n schema gezien, heb ik voldoende argumenten om mijn stelling waar te maken. En soms zal ik mijn stelling met één argument kunnen klaar en duidelijk. Meestal gaat het over feitelijke beweringen, die eigenlijk niet veel nodig hebben, die zelfs ook geen argument nodig hebben, maar anderen hebben meerdere nodig. We hebben helemaal in het begin, ik weet niet meer welke slide het was, ook gezien dat niet feitelijke moeten ondersteund worden door feitelijke om sterker te worden. Acroniem ARG, samenvatting, als het gaat over aanvaardbaarheid, dan gaat het over het argument zelf. Zijn deze argumenten aanvaardbaar om deze conclusie te trekken? Als het gaat over relevantie, betekent dat, kan ik van die argumenten, kan ik die pijlen maken? En als het gaat over voldoende, dan gaat het over, zijn deze drie argumenten ondersteund door die andere argumenten voldoende om die één te kunnen beweren? Dat is, in een nutshell heb ik daar geprobeerd dit aan te tonen. Ik heb dat er zo rond gesteld. Dus hoe kan ik wat beweerd wordt uiteindelijk ondersteunen? De laatste twee elementen, daar ga ik wat vlugger overheen, omdat ik dat straks nog eventjes zal behandelen binnen Reasoning Lab. Rebuttal en qualifier, voilà, de rebuttal, tegenargument of bezwaar, waardoor er een qualifier is die dus zegt van hoogstwaarschijnlijk de graad van zekerheid van mijn uitspraak. Is toolmeer nu geschikt voor onderwijs? Ik denk het wel. Waarom? Het model dwingt ons na te denken over de bewering die we doen. We hebben daarnet vaak ook zeer expliciet de warrant verwoord.
En vaak wordt in teksten dat niet gedaan, maar leerlingen moeten leren van als ik een argument gebruik om een conclusie te ondersteunen, op basis van wat kan ik dat zeggen? Ja? Ik geef een ander voorbeeld. Ik weet niet allemaal hen-supporters hier in de omtrek waarschijnlijk, ik weet het niet. Maar goed, laten we zeggen dat de claim zou zijn, Gent wordt kampioen. Ja? Mijn excuses. Ik neem een ander voorbeeld waar het niet het geval is. Neem bijvoorbeeld Brugge. KV Oostende wordt kampioen. Ja? Staan aan de leiding. KV Oostende wordt kampioen. Ik doe dat op basis van het argument. Ik zeg maar. KV Oostende heeft de beste spelers. Je ziet waar het probleem zich onmiddellijk situeert. Ten eerste, ik doe dat op basis van één argument. Ze hebben de beste spelers. Maar ten tweede, in welke mate is dat argument ook wel, hoe moet ik dat begrijpen, de beste spelers? Zijn dat de spelers die het meest hebben gekost op de transfermarkt? Zijn dat de meest technisch behaafde spelers? Hebben ze overal een dubbele backing voor iedere speler op iedere positie? Enzovoort, enzovoort. Je ziet, als ik die woorden gebruik, en we hebben het deze morgen, denk ik, ook al gehad in twee andere spreekbeurten, dat je ook vaak, als je termen gebruikt, dat ook moet goed definiëren waarover heb je het en wat bedoel je precies met de beste spelers. Hè? Want ik zeg, ja, we worden kampioen, waarom? Ah, we hebben de beste spelers. Hè? Maar wat is dat? Wat zijn dat, de beste spelers? Hè? Goed, dus dwingt ons ook om te anticiperen op mogelijke kritiek en alternatieven op de bewering. Door die rebuttal hè, moeten leerlingen beseffen dat een uitspraak die gedaan wordt met argumenten, moet men ook kunnen achterhalen of er daar geen alternatieven zijn. Bezorgd het bruikbaar schema, hoe dan ook, het model doet ons inzien dat we enkele vaardigheden voor het kritisch denken kunnen aanbrengen. Ik ga dus een oefening van het Toulmin-model een voorbeeld in het Toulmin-model omzetten en ze nadien in rationale omzetten. Toulmin zou zeggen, chocolade is goed voor de gezondheid. Chocolade bevat cacao. Ik moet hier opletten wat ik zeg, omdat er een aantal artsen in de zaal zitten. En ik zou kunnen zeggen, cacao is goed voor de gezondheid. Dat is mijn brug die ik daardoor kan maken, omdat cacao bevat flavonoïden. Rebuttal zou kunnen zijn, ja maar, chocolade bevat ook suiker. Met andere woorden, chocolade is goed voor de gezondheid, is enigszins goed voor de gezondheid. Ik weet niet of de dokter akkoord is met mijn analyse. In rationale, in dat softwareprogramma ziet het er als volgt uit. Waar ondersteund wordt, wordt in het groen gezet. Waar een bezwaar staat of een afwijkende mening in het rood. Rood als het gebaseerd is op een groene bewering en oranje op een rode bewering. Dus hier staat, chocolade is goed voor je gezondheid, omdat chocolade bevat cacao wat goed is voor je gezondheid, ondersteund omwille van het feit dat cacao flavonoïden bevat die het hart beschermen. Maar hier wordt op bemerking gezet, niet alle chocolade bevat cacao. Maar chocolade bevat ook suiker, wat niet goed is voor de gezondheid. Echter, het lichaam heeft ook suiker nodig om gezond te zijn. En waarom is het niet goed? Groen terug, te veel suiker leidt tot diabetes. Of kan leiden tot te veel diabetes. Het is zo dat in zo'n schema's er altijd zinnen moeten staan. Geen losse woorden, maar volle zinnen die betekenisvol zijn op zichzelf. Entiteiten moeten zijn. Dat staat denk ik in uw syllabus. Ik ga daar het meeste daarvan hebben gezegd. Hè? Stelling, reden, bezwaar of weerlegging. Ik geef een ander voorbeeldje. Zal ik vandaag naar het strand gaan? Ik heb het er vast erg leuk. Alleen, ik moet vandaag naar school, maar ik zou het heerlijk vinden om te gaan zwemmen. Je kan dat dus, de stelling als volgt zeggen. Ik ga vandaag naar het strand omdat ik heb het vast leuk aan het strand. Waarom heb ik het leuk aan het strand? Omdat ik hou van zwemmen. Ik kan niet zeggen, ik hou van zwemmen, zet ik hier. En dan, ik heb het vast leuk aan het strand hier. Dit ondersteunt dit, niet omgekeerd.
Maar ik moet vandaag naar school, maar het zou kunnen zijn dat je zegt, ja maar een momentje, het is vandaag wel zondag. Dus met andere woorden, deze valt weg en dus kan ik vandaag naar het strand gaan. En rationale lost dat op. Ik ga dit voorbeeld nemen omdat er een functie in zit dat als je dit gemaakt hebt, je automatisch ook een betoog kunt genereren met volzinnen. Dat is de reden waarom dat je in je schema ook volzinnen moet plaatsen. En dan plaats je dat onmiddellijk in een tekst. Dat zijn natuurlijk teksten die literair niet hoog scoren, maar die het voordeel hebben dat het schema en de redenering aangehouden wordt tijdens je betoog. Dus leerlingen leren een betoog opzetten. Ja? En dus je kan een oefening doen door vanuit het schema naar het betoog te gaan of vanuit een betoog het schema terug samen te stellen. Het schema biedt, of Rationale Reasoning Lab doet ook het volgende. Die zegt, ja, we gaan eens kijken of dit kan stand houden. Het kan geen stand houden, dus kruis erdoor. En ik doe dat op basis van een evaluatie van al deze zaken. En dus, ik kan door de sterkte van de groene, de rode of de oranje kleur aanduiden in welke mate iets van toepassing is. Hè. De data die hieronder staan, zijn dieperliggende redenen om alles te ondersteunen en op basis daarvan kan ik mijn uitspraak evalueren. Het is spijtig dat ik dat niet met de software zelf kan tonen, maar het systeem is dus, laat toe, dit is een zwakke reden, dit is een sterkere reden. En dus je ziet hier door bolletjes of rechthoekjes de sterkte aangegeven. Ook de groene kleur, de rode kleur enzovoort kan twee of drie posities innemen. De onderliggende die eigenlijk bij Toolmin overeenkomt met de backing, kan een uitspraak zijn per definitie, algemene overtuiging, opvatting van deskundigen, voorbeeld, data. En het systeem in de software laat toe om dan hier die data op bijvoorbeeld een link te leggen met een website waar je het gelezen hebt, ter ondersteuning enzovoort. Dus met andere woorden, je kan dit schema in projectie ook aanklikken, hè, waardoor je ook naar je bewijsmateriaal rechtstreeks kunt surfen. Of een persoonlijke ervaring, publicatie, citaat, statistiek, mijn basis enzovoort. Die laatste zaken, konijnenprincipe en schakelprincipe, ga ik nu eventjes niet behandelen, maar een aantal werkvormen, ze staan in de syllabus. Maar een leuke is deze. Vijf bekende Vlamingen, je zegt tegen de leerlingen, vijf bekende Vlamingen zitten in een ballon. Je laat ze zelf kiezen welke bekende Vlamingen ze zelf zijn. En de ballon weegt te zwaar, ze dreigen dus tegen de toren te vliegen. En er moeten er twee overboord gegooid worden om in de lucht te blijven. Iedere bekende Vlaming, iedere leerling die een bekende Vlaming speelt, moet argumenteren waarom hij in de ballon moet blijven. Het is een leuke oefening, want dan kan je uitgaande van die oefening heel wat andere zaken ook aan verbinden. Ik moet u leraren, moet ik dat niet vertellen. Ik denk dat je creatief genoeg kunt zijn om van daaruit, van die oefening, heel wat dingen als kapstok kunt gebruiken om dingen op aan te haken. Voilà. Ik denk dat ik binnen de tijd ben gebleven en sta open voor vragen.